het kerstverhaal. Jezus is geboren. Maria en Jozef gaan op reis, heel ver naar Bethlehem. In Bethlehem krijgt Maria een kindje, in de stal. Ze trekt het kindje kleertjes aan en legt het in een kribbe. Buiten zijn de herders. In de nacht passen zij op de schapen. Daar komt een engel bij hen. Ze schrikken. De engel is helemaal licht. De engel zegt: "Wees maar niet bang. Jullie zullen allemaal erg blij zijn. Vandaag is Jezus geboren, de Heer, in Bethlehem. Ga hem maar zoeken. Hij ligt in een kribbe." Opeens zijn er veel engelen en ze zingen: "Ere zij God in de hemel, vrede op aarde. God houdt van de mensen." Dan zijn alle engelen weg. De herders gaan Jezus zoeken in Bethlehem. Ze lopen vlug. Ze vinden Maria en Jozef en het kindje. Het kindje ligt in een kribbe. Er komen ook hele wijze mannen uit een ver land. Een ster wijst hen de weg. De ster blijft staan boven Bethlehem, boven het huis. Ze zijn erg blij. De wijze mannen gaan naar binnen. Ze zien het kindje en Maria, zijn moeder. Ze knielen voor hem neer. Ze geven hem cadeautjes, goud, wierook en mirre.